is natuurlijk toch een beetje twijfelachtig. Ledekerber lag een aardig stukje voor. Maar ja, misschien herinnert u het zich de nationale kampioenschappen met Christine Aafdink, waar een soortgelijk geval lag. En daar kreeg toch ook de buitenbaan het voordeel. En er was nu een behoorlijke voorsprong voor Ledekerber. Alleen de rust wilde ervoor langs en ging versnellen. En toen volgde de tackle. Het leek wel voetballen. Inmiddels kijkt u naar de regerend Europees kampioen Leo Visser. Nadere introductie absoluut overbodig. U kent hem, u weet alles van hem. Hij verdedigt hier zijn titel, maar zal daar niet echt in kunnen slagen, zegt hij zelf. Zolt Zacharias uit Oostenrijk is zijn tegenstander. Oostenrijk dat er na Hatschief Emminger eigenlijk nooit in geslaagd is om een nieuwe lichting klaar te krijgen voor het grote Europese werk. Zacharias is van Roemeense afkomst, maar rijdt voor Oostenrijk. Maar wij kijken natuurlijk vooral naar Leo Visser. Opening 10-6 voor beide rijders. Nou, hopen dat Leo een hele... Leo! Ja, laat een volledige slag lopen daar. Dat kost tijd op de 500 meter. Hij zal natuurlijk gebrand zijn om ook een hele goede neer te zetten. Die andere jongens gingen hem vooraf. Zij zal ook proberen een 38 te rijden. Zacharias ook grote problemen daar in die laatste binnenbocht. Leo gaat de rit winnen, maar heeft natuurlijk wat tijd in moeten leveren met die misslag daar. Maar komt toch nog terecht op 38-99. En dat is maar 3/10 seconden langzamer dan zijn persoonlijke toptijd tot nu toe. 39-94 voor Zolt Zacharias. Ja, het was jammer van die misser. Het kost hem toch een klein stukje. Kijk. Het schampt een beetje weg. Komt ook omhoog met zijn lichaam. Laat bijna 2 volle slagen lopen. En dat kost zeker een paar tienden. Zonde.